Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog van Overleven met Daphne. We zijn er helemaal klaar voor hoor. Auto is ingepakt. En we hebben net al even moeten stoppen. We waren letterlijk 2 minuten aan het rijden, want ik ben echt super misselijk. Vertel eens dat. Nou, we zijn nu denk ik halverwege. En het zijn echt grote stappen. Pas op dat je dit lijntje wat hier ziet, dat dat niet... Ja, 1, 2... Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog van Overleven met Daphne. Ik zit nu in de auto en morgen gaan wij op vakantie. De hele auto is al ingepakt, ja, daar zie je niks van, want het ligt in de kofferbak. En ik ben nu klaargemaakt en ik heb een verjaardag van een vriendin. Dus daar ga ik nu heen. Ja, de timing is echt super slecht natuurlijk, want ja, het is natuurlijk best wel veel, zeg maar, en werken en dan nu die verjaardag en dan morgen op vakantie en we gaan met de auto naar Italië, dus het is ook wel een tijdje rijden. Maar ik heb vanmiddag 2 uurtjes geslapen en dat heeft me heel erg goed gedaan, dus dat is hartstikke fijn en ik heb gewoon heel veel zin in die verjaardag. So, let's go! Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag en wij zijn hier, of wij hebben ingepakt. Oh, even scherp stellen. Hallo. Ja. We zijn er helemaal klaar voor hoor. Auto is ingepakt. Ready to go. Heel veel zin in. Het is nu denk ik iets van 4:15 of zo. Dus even gapen, sorry. Daar zitten we dan in de auto. Let's go. Mooi luchtje. Echt zo'n half maandje. Echt zo alsof we in een film zitten. Zo ziet het er een beetje uit. Prachtig. Nou, we zijn nog niet bij Goes. Toch? Nee. Heb je er zin in? We zijn nog bij Goes. Zin in deze dag, nee. Ja. Zin in de vakantie, ja. Maar heb je geen zin in de auto rijden? Nou, ja, wel in de auto rijden, maar niet in de 10 uur auto rijden. Ik heb er op zich wel zin in. Nou, ik vind het wel leuk. Maar wat is daar dan? Grappig. Hoe lang zijn we nu onderweg? Het is nu 8:30 en we zijn om 5 uur vertrokken. 3,5 uur. We zijn nog maar 3,5 uur aan het rijden. Wat? Even nadenken. 5 uur, 6 uur, 7 uur, 8 uur. 3,5 uur. 3,5 uur, ja. Hoezo nog maar? We zijn al lang aan het rijden. Nou, voor mij is hartstikke kort. Voor mij zijn we nog maar net vertrokken voor mijn gevoel. Nou, nog 9 minuten te gaan. Nee, tot het volgende laadpunt. Dus het gaat hartstikke goed. Ik heb alleen trouwens wel echt last van botpijn. Dat komt door die prik die ik altijd prik. En nu zit ik natuurlijk best wel lang op mijn kont en doet het best wel zeer. Maar ik mag gewoon paracetamol innemen ervoor. Dus dat doen we ook. Vertel even over het vorige laadpunt. Ja, het vorige laadpunt moesten we echt een stukje van de weg af. En het was echt in the middle of nowhere. En er stonden allemaal Nederlanders. Allemaal gekletst met de Nederlanders. Hè? Standaard praatje over? De auto. Wat een mooie auto. Hoe gaat het? Goed. Het is nu 10 uur, dus we zijn nu 5 uur onderweg. En het gaat eigenlijk echt super goed. We doen steeds omwisselen. Na iedere stop dan gaat de andere rijden. En ik heb nu even de weekvlog geëdit. Dus dat is ook fijn dat ik dat gewoon even chill in de auto op mijn laptop. En dat ik ook geen internet voor heb. Dus dat is wel heel relaxed. Ja. Vind je het nog leuk? Wat? Wat ga jij? Ja, hoor. Het wordt al warmer. Ja, het wordt steeds warmer. Alleen, het is net iets te kort met die pauzes met stoppen. We moeten best wel snel achter elkaar moeten stoppen. Ja. Dus dan, soms dan moeten we echt een uur rijden, dus dat is best wel kort. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer relaxed. Het is niet heel erg. Je bent het nog niet beu. Nee, maar het is nog, ik weet niet, het is gewennen, zeg maar. Ja, even. Vertel even wat je aan het doen bent. Ja, je bent nu echt zo'n papa. Even lekker de auto schoonmaken. Nee. Goed bezig hoor, schat. Trots op jou. Zept uit. Oké, iedere stop. Dus dat is zeg maar
Ja, dat verschilt een beetje wanneer we moeten opladen. Maar dan moeten we natuurlijk even wachten. Dus dan doen we even een oefening. En nu zijn dat squats. 20 squatjes. Let's go. Wat deden we net? Nu lijkt of we heel gezond zijn, maar we hebben net trouwens gewoon een roze koek gegeten en zo. Dus. Menu. Ik weet eigenlijk niet waar we zijn. Vlakbij Strasbourg. Oh, vlakbij Strasbourg. Nee, daar zijn we al lang voorbij. Zal ik even Google Maps kijken? Kijk naar Google Maps. Volgens mij zijn we nu bij Strasbourg. We zijn... bij Strasbourg. In Frankrijk. Bij Strasbourg. Bij... toch? Eens kijken op de... Strasbourg. Oh, echt waar. Net gedaan. Ik weet niet wat ik moet vertellen. Maakt niet uit wat we hebben gedaan, maar laat het uitzicht zien, want het is prachtig. Ik ga het nu proberen in te zoomen. Maar ik denk niet echt dat je het... oh, met een meertje. Kijk nou. Ziet. Wat leuk. De mountains in de sneeuw. Zo leuk. En wij hebben weer een pitstop om op te laden. Dit duurt niet zo heel lang hoor, ik denk 20 minuten. En het is echt een prachtig uitzicht hier, dus ik zal het even vastleggen. Ga voor. Oh bah, eeuw. Oké, change of outfit, want we hebben ingecheckt in het hotel en dat hotel hadden we in de auto eventjes geboekt. Ja, gewoon een prima hotel in echt een super schattig plaatsje. Laguna? Bij... Nee, ik weet niet. Ja, maar dat is het gebied. Zo heet ook dit plaatsje. Nee, het plaatje heb ik net opgezocht op Google Maps, maar ik weet eventjes niet hoe het heet. En in ieder geval naast een meer. En we hebben nu een restaurant aan... voorgesteld gekregen van de receptie. Zei, nou, dan moet je echt gaan eten. Nou, leuk. Dus dat best gaan we doen. Ze had sowieso volgeboekt. Ja, ze had volgeboekt, maar ze kon wel eventjes bellen voor ons. Dus, nou, hartstikke leuk. Dus daar rijden we nu heen. Is 8 minuutjes rijden. En we hebben ook even opgefrist. Dus dat is ook wel eventjes fijn. En ik heb honger. Het is nu 7:30. We zijn aangekomen bij het restaurant. En het is echt zo'n mooi uitzicht. Dus dat moet natuurlijk even vastgelegd worden. Zo mooi. De vakantie is echt begonnen hoor. Daar is het restaurant, daar gaan we lekker eten. Tik toe. Nou, wij zijn al klaar met eten. Maar het was wel heel lekker. Ik had een heerlijke pizza met... zo'n bol kaas. Buffalo mozzarella. Buffalo mozzarella met basilicum. Basilicum. Parma ham. Parma ham, ja. Dat was echt super lekker. Michael had gefrituurde mixed vis. Er zijn nog restjes. En frietjes. Ik heb geen één frietje op. Heb je geen frietje op? Nee. Oh. En we hebben echt een heel mooi uitzicht. En het is leuk. En hoe gaat het Italiaans praten, Daphne? Ja, niet best. Daphne zei net... staan er niks van. Daphne zei net tegen de ober... Yes, è finito, Mario. Nee. Zonder het Mario gedeelte. Goedemorgen, het is vandaag... wat voor dag is vandaag? Zondag. En vandaag zijn we wakker geworden in het plaatje... ja. Oh my god. Even opzoeken. Vandaag zijn we wakker geworden in het plaatsje Brucipiano. Brucipiano. En dat ligt bij op de grens van Italië en Zwitserland. En we zijn dus echt net in Italië. En we gaan lekker eerst even ontbijten. Maar ik zal even het uitzicht vanaf het... de kamer laten zien. De kamer is verder niet heel speciaal of zo hoor. En ook een beetje bende, dus... ook niks mis mee. Aan het meer. Nee, aan de andere kant van het gebouw is dus het meer. Dus we hebben echt net de verkeerde kant. Maar goed, dat maakt niet uit. Misschien kunnen we wel buiten ontbijten. Dat kan. Heerlijk zeg. Eerst even lekker wat eten. Hier zitten we bij het ontbijt.
uitzicht. Daar in de verte zie je zo die bergen. Dat is mooi hoor. We zien dus niet dat meer, maar die zeg maar hierachter. Wij zitten weer in de auto en we zijn nu onderweg naar Milaan en we doen een beetje een detour, want we gaan eerst langs Como. En dat is aan het Como meer. En dit is dus een ander meer. Ja. Maar hoe dit meer heet, weet ik even niet. Ik heb het opgezocht. Ja, gewoon het heet het meer van Laguna of van die zuidelijke hoofdstad van Zwitserland. Ja. Dat. En we hebben net al even moeten stoppen. We waren letterlijk 2 minuten aan het rijden, want ik ben echt super misselijk. Dus ik dacht dat ik even moest spugen en in de hotel, voordat we gingen ontbijten, moest ik ook al bijna spugen. Dus ja, dat is wel een beetje vervelend, dus ik zit hier wel een beetje met een naar gevoel. Maar goed, ik hoop gewoon dat het wegtrekt. We hebben net even gestopt, maar toen moest ik toch niet spugen. Dus ik heb nu even iets ingenomen, zo'n misselijkheidstabletje. En ik hoop dat het werkt. Nee zeggen, want anders ga je via die tolwegen. En het ontbijt was supergoed. En het weer is nu helemaal fantastisch. Ja, nu schijnt het zonnetje lekker. Het is hartstikke warm gelijk. Niks en het hotel was eigenlijk ook wel prima. Ja, het ontbijt was ook echt goed voor Bello. Voor weinig. 100 zieteling. Oké, we zijn geparkeerd en we lopen nu richting de Como Lake, dus het Como Meer. En we lopen nu in een soort van stadje en dat heet Como. Nou, goed toevallig. En er is hier echt een, wat is dit? Ik denk dat het een kerk is. Prachtig. En de temperatuur is echt super lekker, dus helemaal top. Oh, dit is een soort van race of zo. Ja, al die hekken, ik weet het. Oh ja, of wielrennen. Dat kan ook. Eigenlijk moet je nu wel voor die Stabilize app gebruiken. Een keer. Zo mooi. Het Como meer. Je ziet echt niet je voeten en zo. Hè? Huh? Je ziet nu niet je voeten, dus dan moet je echt verder weglopen. Schat, ik maak je nou maar even druk. Het is een vlog, hè? De vlog is realiteit. Wij liepen net in het mooie Como. En toen liepen we langs een soort rommelmarkt met een stand. En toen zag ik deze mooie nieuwe zonnebril. En die heb ik natuurlijk even meegenomen, want toen blend ik helemaal in de Italiaanse sfeer. Oh ja, we doen even lekker een koffietje op terras. Wat overigens best een uitdaging is, want overal waar we hier wilden zitten moesten we per se iets eten. Maar we wilden gewoon een koffietje drinken, maar het is gelukt. Overal. We rijden nu in Milaan. We hebben een uurtje denk ik gereden. Ja. We konden in één keer rijden, hoefden niet op te laden tussendoor, dus dat was wel chill. En we zijn nu bij het hotel aangekomen, dus we gaan nu eventjes inchecken. Oké, wij hebben ingecheckt en wij hebben nu de spa gereserveerd. Super chill. We mogen hier anderhalf uur zijn. Oh, Michael zet de jacuzzi aan. Maar ik zal even een toertje doen hoe de spa er hier uitziet. Daar is de jacuzzi. En hier zijn speciale douches. Ik weet niet precies wat dat doet hoor. Hier kan je lekker chillen. Het zal vast ook nog een of andere use hebben. I don't know. Hier heb je ook een of andere... Ik denk dat dit gewoon een normale douche is. En dan heb je hier... Oh ja, zal ik hier even opslaan voor de grap? Happig. Hier heb je een stoombad. En hier kan je lekker chillen. Ik kan hier ook naar buiten. Lekker hoor. Michael die gaat onder de emotional shower. Dus het zijn drie douches. Stap 1. Jawel. Ik vond het wel koud. Zo douche je helemaal niet zelf thuis. Ik denk niet dat je jou hoort praten op de knop. Oké, dus dit is stap 1. Ga je niet zeggen. Dat is stap 2. Oh fuck, ja.
stap 3. Dankjewel. Ik heb natuurlijk een piklijn, dus die heb ik even ingepakt met een boterhamzakje en thee eromheen gedaan. En dat gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Ik let natuurlijk wel een beetje op, hè, maar het gaat wel heel goed. Kijk eens. We staan nu midden op een plein in Milaan. En ik dacht, ik leg even vast wat voor een mooi uitzicht we weer hebben. Beautiful. En heel veel mensen. Heel veel mensen. Alleen maar mensen. Alleen maar mensen. En nog een mooie... Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat hier is. Volgens mij is het gewoon een soort winkelcentrum-ish. Alleen dan een fancy one. Je kan daar beter onder. Ik ben al aan het filmen, een poosje. Oh, sorry. Lekker eten. Met een supermooi uitzicht. Op de Dom, de kathedraal. We hebben dus echt mega lang gelopen. En we zochten eigenlijk een leuk gezellig terrasje, maar het was 6:30. Dus dat is eigenlijk denk ik gewoon nog te vroeg om ergens neer te gaan eten. Dus uiteindelijk hebben we toch nog even de metro gepakt na een 30 minuten rondlopen. Terug naar de Dom en hier lekker gegeten. En ja, is lekker. Omdat we hier op Nederlandse tijden eten. Nou, 6:30. 7:00 of zo. Oh, het is nu natuurlijk al laat. Het is nu 7:30. Daar zitten we weer te wachten op de metro. Na een hapje eten hebben we gewoon even een rondje gelopen en nog een beetje geshopt. Alweer. Je lijkt het alsof we heel veel shoppen, omdat we nu een paar keer achter elkaar geshopt hebben. Maar dat is niet zo hoor. Eerste keer dat is een gewoon... half jaar. Ja, precies. Ik heb er ook met Kiers naar de brand. Ja, maar dat heb ik alleen maar dingen voor het huis gekocht. Geen kleren. Is dat zo? Alleen deze broek. Oh, en alleen dit. En alleen. Nee. Dus ja. En nu zijn we echt wel een beetje moe. Het is nu 9:00. En we gaan nu onderweg naar het hotel. En dan moeten we echt nog wel een 30 minuten reizen, denk ik. Hè? Dus ja. Dat gaan we nu eerst eventjes doen. En dan misschien daar nog even een drankje of zo. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En we lopen nu uit het hotel door de lobby. Ben je relevant? Prachtig. En we gaan vandaag een fietstour door Milaan doen. Oké, even wachten tot die emoties voorbij zijn. Ik kan nog heel lang wachten. Maar we zijn nu richting de locatie aan het lopen voor al die geluiden. We zijn nu in ieder geval richting de locatie aan het lopen voor de fietstocht. Maar we komen nu langs iets, dat moet ik echt even vastleggen. Nou, dit is echt helemaal niet creepy hoor. Een muur vol met poppen. Heel creepy. Oké, ik heb dus net even dit gelezen. En het gaat dus over de violence tegen vrouwen. Dat ze daarvoor opkomen. Dus eigenlijk een beetje feminisme ook wel. En seksueel misbruik. En dat in ieder geval. Je moet even uitleggen wat we gaan doen en wat we in Nederland nooit doen. En super chill, de guide is Nederlands, dus we hebben het allemaal in Nederlands. En Nederland fietsen we nooit, dus het is helemaal bijzonder dat wij dit doen. Wij hebben dus niet eens fietsen in Nederland. We zijn Nederlanders, maar we fietsen nooit. Dus ik weet niet of ik het nog kan, ik heb denk ik 10 jaar niet gefietst. De motorbike heb ik niet verkocht. De motorbike ook verkocht inderdaad. Ik doe van Willy dan. Oké,
op de weg dat in 2015 is neergezet in het kader van de Wereldexpo. Dus wat alles te maken heeft met klimaat en duurzaamheid. De rest van het park is in 2018 geopend, maar eerst over deze. Dus de Bosco Verticale. Nou schat, fietsen in de regen, alsof we weer in Nederland zijn. Oh, ik moet even een klimmetje. Zolang die temperatuur zo is, vind die regen helemaal niet zo erg. Sorry? Zolang die temperatuur gewoon een beetje zo is, vind die regen helemaal niet erg. Ja, nee, dat is waar. Temperatuur is wel oké. Ik had alleen misschien schoenen aan moeten doen. Stijgers. Zo steeds ze niet af. Maar goed, maar voordat het hier was, in de 11e eeuw was het een moeras. Hij is een beetje ingezoomd, denk ik. Ik weet eigenlijk niet wat ik als laatste heb gefilmd, maar na de fietstocht zijn we naar die straatjes gelopen, die watertjes. Kanaaltjes. Kanaaltjes. Dat. Bij een slecht restaurantje gegeten. Bij een heel slecht restaurant gegeten. Nou, heel slecht te overdreven. Kijk, het eten was gewoon prima, maar het was gewoon een beetje snackbar vibes-achtig. Maar het was wel lekker om heel even gewoon te zitten. En toen hebben we daar nog even gelopen. Toen zijn we uiteindelijk hebben we de metro gepakt. En zijn we naar de Botanic Garden gegaan. En daar zijn we nu. En daar hebben we op een bankje even gezeten en gechilled. En gewoon een uurtje eigenlijk gewoon hier gezeten. We moeten natuurlijk niet vergeten dat we zijn op vakantie. Maar ik blijf natuurlijk ziek. En ik merk wel dat ik zeg maar naar zo'n hele ochtend 3,5 uur gefietst. Eten met de metro, vroeg uit bed. Ik ben wel echt moe, zeg maar. En het is nu 4:30. Dus we hebben echt wel een uur hier gezeten. Ik heb op een bankje maar even gewoon rustig aan, want dat heb ik dan wel echt eventjes nodig. En normaal gezien zou je misschien even terug naar het hotel gaan. Alleen dat kwam logistiek gezien niet zo heel goed uit. Want we gaan zo meteen. Want, sorry. We gaan nu om 5:30 hebben gereserveerd om de Dom op te gaan. En die gaan we dan met de lift doen. En dan gaan we naar het dak. Dan heb je heel mooi uitzicht. Dus dat gaan we even doen. En ik denk dat we daarna naar het hotel gaan. En dat we in het hotel gaan eten. Want daar zit ook gewoon een supergoed restaurant. En dan gaan we morgen naar de volgende plek. 2 nachtjes hadden we in Milaan. Dus morgen gaan we naar Cinque Terre. We hadden na de fietstour nog eventjes bedacht om toch nog de Dom op te gaan, maar wel met de lift. Als tip van de reisleider. Als tip van de reisleider, ja, om dat wel echt even te doen, dus dat is wel leuk. De trap. Dus, toch. Klopt, de trap zat overigens gewoon vol, maar ik vond het ook wel relaxed dat we met de lift zijn gaan nemen. Dus ja, ik zal even laten zien. Hier staan we op een soort dak. Best apart eigenlijk, hè, dat je gewoon op een dak staat. Het is helemaal warm, maar zo kan niet zo. Ben jij de tourguide? Al die telefoontjes hier. John. Mama, John. Twee ervan? Oh kijk, nu zien we uitzicht. Dat is beter. Oh, ga niet vallen alsjeblieft. Zit maar gewoon stervensdruk hier. En iedereen die wil maar de perfecte Insta-fabulous foto. Wat een toestand. En het is niet eens het hoogste punt eigenlijk waar we nu zijn. We betalen gewoon 22 euro per persoon voor, hè? Ik vind het wel een beetje super toeristisch. Dat kan daar. Dat is een grote man. Nou, hier is dus dak. Het
Zou dit vroeger ook bedoeld zijn, zeg maar, om erop te gaan? Mama. Ik denk het ook niet. We zijn nu in de toren. Je mag gewoon hard praten hier. Prachtig. Oh, dat bedoelen ze met die ramen. Ja. Oh. Kijk, dat zijn ze aan het restaureren, denk ik, daar zo'n toekomst. Ik snap het. Mooi hoor. Ik weet niet meer waar ik ben gebleven met filmen. Wat heb ik als laatst gefilmd? Wat heb je als laatst gefilmd? Ik denk dat we bij de Dom liepen. Ja, op de Dom. Hè. Ja, in ieder geval. We hebben toen nog eventjes door de stad gelopen en toen zijn we naar het hotel gegaan. Toen kwamen we in het hotel en toen was de hotelkamer echt mega warm. En dat was eigenlijk de hele tijd al zo. Dus ik had al een paar keer met dat ding het proberen aan te passen. Alleen, het werd gewoon niet koeler. En ik had zelfs al gebeld naar de receptie om het aan te passen. En toen zei ze, nou, binnen een half uurtje moet het wel aangepast zijn. Nou, was dus weer niet. Dus toen heb ik nog een keer gebeld naar de receptie van, nou ja, goed, volgens mij werkt het gewoon niet. Ja, er moet even iets aangepast worden, want ik keek, zeg maar, je kon de temperatuur zien hoe warm het in de kamer was. En het was 28,7. Dus dat is echt best wel warm. Dus ik had ook helemaal gloeien hoofd. En ik dacht, ja, hallo, we betalen gewoon voor dit hotel. Dus we willen wel gewoon dat het goed is. Vooral ik kan daar dan heel erg mee zitten. Michael die heeft meer zoiets van, ja, whatever, we doen het er wel gewoon mee. Maar ik heb meer zoiets van, ja, hallo, het moet geregeld worden. Dus, nou ja, goed, weer even bij de receptie gevraagd of ze er iets aan konden doen. En toen zei hij, ja, de technische persoon die is er niet meer. Ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen. Toen dacht ik, ja, ik ga niet weer in die hitte slapen. Dus ik zei, ja, ik vind het wel echt heel vervelend. Dus het moet wel echt opgelost worden. Toen zei ze, nou, zou je een andere kamer willen? Nou, prima. Dus al met al, we moesten naar een andere kamer, dus verkassen. Maar we hebben best wel een leuke upgrade gekregen. Want we hebben nu een bubbelbad in de kamer. En we hebben gewoon veel meer ruimte. We hebben gewoon ruimte voor ook, zeg maar, een bankje en een tafeltje. Bankje, tafeltje, alles. Dus dat is wel echt super chill. Voilà. Spiegeltje. Dus ja, dus daar zijn we echt super blij mee. En het allerbelangrijkste, het is hier lekker koel. Dus we kunnen nu ook lekker gaan slapen. En ik ben best wel heel erg moe van deze dag. In ieder geval... Oh, we zijn daar nog bij het restaurant gaan eten. Van het hotel. En dat bleek dus best wel fancy te zijn. En we hebben echt super lekker gegeten. Ik had de risotto. Maar ik ben toen wel mijn vlogcamera vergeten. Want toen moesten we natuurlijk en verkassen naar die andere kamer. En ook nog op tijd zijn voor onze reservering. Dus daar moesten we best wel even een beetje opschieten. En toen was mijn vlogcamera vergeten. Maar goed, we hebben in ieder geval lekker gegeten. Ik heb lekker een wijntje gedronken. Je mag... het is niet dat je geen alcohol mag drinken tijdens chemotherapie. Maar kijk, het is niet zeg maar dat ze het aanraden of zo. Maar het is ook niet dat ze zeggen van het mag niet. Want ik had het wel eventjes gevraagd voordat we op vakantie gingen van hey, hoe zit het met alcohol? Nou, ik mag best af en toe dus een wijntje drinken. Ze zei wel, ja, waarschijnlijk voel je er gewoon niet zo lekker van. Klopt, als ik nu heel veel ga drinken, dan voel ik me daar inderdaad niet lekker van. Maar tot nu toe gaat het nog goed. Ik heb nog nergens last van. Ook goed eten erbij. Dat scheelt misschien ook wel. En goede wijn. Lekker slapen. En dan morgen uitchecken. En dan gaan we de auto pakken. En dan gaan we naar La Spezia rijden. En vanaf La Spezia gaan we op de trein naar Vernasso. En dat ligt in Cinque Terre. Vernasso? Zeg je het niet goed? Vernassa volgens mij. Vernassa. 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 Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag, denk ik. Het is goed als je de dagen niet meer weet. Geen idee wat verdacht. Het is boeit verder ook niet. En het is nu een uurtje of 9. We hebben net de koffers weer ingepakt. Klaargemaakt. Ik heb mijn groene pak aan vandaag. Het is voor laat of 9? Tulband. 5 over 9. En we gaan straks even uitchecken. En dan gaan we naar de auto lopen. En dan gaan we onderweg naar La Spezia. En dat is volgens mij 2,5 uur rijden. Met opladen. Met opladen erbij. Nee, dus. Van de opladen.
Met opladen, dat zeg ik net. Zonder opladen, boeit verder ook niet. In ieder geval, ik heb er zin in. Ik ben ready om naar de volgende spot te gaan. We hebben even een bakje koffie gezet voor ons in het hotel. Nu hebben we de luxe van deze kamer. Dus ja. We zijn aangekomen in Vernazza en we zijn met de auto gegaan, een stukje met de trein. Maar het was echt super druk en warm en spullen en dus ik kon even niet filmen, want dan raak ik erg overprikkeld. Begin bij het begin, vertel eerst de auto. Ja, we gingen met de auto natuurlijk rijden naar La Spezia. En toen waren we in een parkeergarage, maar we hadden geen kaartje gekregen. Maar die hadden we wel gewoon nodig om weer uit te kunnen rijden. We hadden geluk dat we er net in konden, maar we konden er dus in omdat er eigenlijk geen... Omdat hij vol was. Maar we konden er toch nog inrijden. Maar we hadden gewoon geen kaartje gekregen. Maar er was iemand die liep daar en die kon ons even helpen. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En toen met de trein, en het was best wel druk. Je merkt echt meteen dat in Milaan is het wel een grote stad. Maar we hadden gewoon de ruimte, zeg maar, voor om even toerist te zijn. En hier is het echt een bommetje vol met toeristen. Maar wat wel een voordeel is je loopt het station uit en je moet echt, nou, 2 minuten lopen of zo. Yeah. En dan, maar daar heb ik deze Airbnb ook op uitgezocht voor jou. En dan waren we bij de Airbnb. En dat is echt super chill. We hebben ook nog een andere. En het is wel gewoon een klein kamertje, maar dat is gewoon helemaal prima. Alles is er en het is een chill plek en het is niet vies, het is gewoon... Ja, dus dat is gewoon prima. Er is niks te klagen. Nee, niks te klagen. Ik ben alleen een beetje moe, gewoon met de reis en met de trein en... Maar goed, we gaan nu eventjes, we zitten midden in het stadje, dus we gaan nu even rondkijken. En bier drinken. Grappig. Let's go. Wat gaan we doen, Daf? We gaan even het stadje verkennen. Auw, goh, eerste stap in de Vernazza. Op je plaat. Kijk. En dit is dus al de hoofdstraat en dan rechts zit gelijk het station, dus lekker dichtbij. Naar rechts? Ik denk dat je naar links moet. Naar links? Ja. Dat zijn wel broodjes. Oeh, oh. Schrok. Voelt wel goed om even de zee te zien. Daar gaat de trein, ja. Die stoep dus daar ergens, daar achterin. Dus gaan we even op zoek naar een terrasje. Wat is dit drankje? Waar zijn we? Misschien we hebben nu een limoncello spritz. Tenminste, die heb ik. Michael heeft een appel spritz. En we zijn nu in Vernazza nog. Dat is het dorpje waar we ook verblijven. En we zitten even te bedenken wat we gaan doen vandaag. We hebben eigenlijk nog eventjes geen idee. En we slapen hier 3 nachten. En we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee wat we hier gaan doen. We willen op zich wel een route lopen naar een ander dorpje. Maar we moeten ook even kijken of dat aan kan. Want naar dit restaurantje was een paar trapjes en het was al kapot. Dus we moeten even kijken wat gaat lukken. En wat het weer ook doet. Dafje. Ja. Vertel eens even. Draai eens om. Wat zijn we aan het showen? Wij zijn... We zouden rustig aan doen. En wat is daarvan terechtgekomen? Een stukje lopen naar Cornelia of zo. Cornelia, ja. Nee, niet Cornelia. Oké, stop maar even. Draai maar even rustig om. We kunnen even inzoomen op je hoofdje. Ik loop hier trouwens erger te hijgen als Daphne. Cornelia. Ik loop hier erger te hijgen als Daphne. Maar... Ik doe even mijn jasje uit. Vertel eens. We gaan lopen naar Cornelia. Laat je biceps zien. Nergens last van, hè? Toch? Nou, dat is niet waar. Nee, niet hoor. Nee, ik net zo hard. Ik zweet net zoveel als dat. We hebben nu zeg maar heel veel treden gehad. We lopen nu redelijk recht. Oh, het uitzicht is net weg, wat ik laat zien. Maar goed. Kijk, ik denk dat het dorpje wat je daar ziet in de verte, dat hem is. We zijn nu denk ik over aan het lopen. We zijn halverwege in ieder geval. Nou, we zijn in ieder geval halverwege, dus we hebben zeg maar de meeste klim gehad, dus de weg naar boven. Dus we staan nu denk ik wel een beetje op het hoogste punt. En het gaat eigenlijk best wel oké. Tuurlijk, het is zwaar en mijn hartslag gaat hoog en ik heb kramp in mijn kuiten en ik ben moe en ik heb dorst. En ik dat allemaal, maar dat hoort er gewoon bij. Ook als je geen kanker hebt of geen chemo krijgt, dan heb je dat ook gewoon. Dus niks anders. Dat heb je.
Oh, even opletten waar ik loop. Hoe gaat het met jou, Michael? Want we zijn heel goed voorbereid. We hebben dus niks meegenomen. Maar dat komt omdat we een beetje spontaan bedachten van oké, het is een uurtje lopen, dat kunnen we wel. Ik bedoel, we hebben alles bij elkaar. In Milaan hebben we veel meer gelopen. Alleen is dat vlak en is dit niet vlak? Dat kan je niet horen, schat. We hadden dus eerst die Aperol gedronken en daarna gaan we een uur deze hike doen. Nou, lekker bezig. Goeie prep. Oh. Ik moet even focussen. Ik heb vanmiddag dus helemaal niet meer gefilmd. Echt stom. Maar, wacht, ik zal even omdraaien, heb ik licht. Grappig. Ik ben het gewoon een beetje vergeten om dus te filmen. Maar nou, toen kwamen we aan in het stadje en toen hebben we lekker een ijsje gegeten, hebben we het stadje verkend. En dat was eigenlijk hartstikke prima. En toen, wat hebben we toen gedaan? Dus hebben we eigenlijk, toen hebben we de trein gewoon weer teruggepakt naar het dorpje. En toen wilden we dus eigenlijk een hokje eten bij, in dat dorpje waar we waren. Maar, het zit mijn haar stom. Het zit niet echt. Ik krijg het ook niet gesteld en ik heb ook niet alles mee om het te stijlen. Dus helaas ben ik aas. Maar goed, in ieder geval, toen kwamen we in dat dorpje terecht. En toen wilden we daar dus eigenlijk wat eten, maar we vonden het eigenlijk helemaal niet zo heel gezellig daar. En we vinden het stadje waar wij dus verblijven gezelliger. Dus toen hebben we de trein teruggenomen, hebben we nog even naar de kamer geweest, even gedoucht. En toen hebben we in het stadje gegeten, maar het is dus eigenlijk best wel fris. En er staat ook wel een beetje windje hier. En dat is ook wel een beetje fris. Dus toen hebben we... je hebt hier op de kaart in Italië dus iedere keer een eerste gerecht en een tweede gerecht. En een toetje en een antipasti, zeg maar. Dus antipasti, first, second en dan toetje. En dus die gerechten zijn soort best wel klein. Omdat ze ervan uitgaan dat je meerdere gangen eet. Maar als je gewoon één gang eet... dan is het dus weer een beetje weinig. Dus wij hebben nu al eten besteld, maar vinden het eigenlijk net een beetje te weinig. Of eten opgegeten. Oh, ons aan mijn hand verhaal. Kortom, we hebben gewoon nog steeds honger. Dus we gaan even kijken of we een pizza kunnen afhalen. Goedemorgen, het is vandaag... Ik heb geen flauw idee, boeit ook niet. Het is in ieder geval... ik weet ook niet hoe laat het is. 9:15. En we gaan vanochtend naar een ander dorpje toe. Ik denk dat we best wel wat dorpjes willen doen. Naar het dorpje wat na het dorpje ligt waar we gisteren geweest zijn. Nee, dat is heel duidelijk. Ik zal straks eventjes blaadjes noemen, want dat weet ik nu even niet. En dan gaan we nu eerst eventjes ontbijten. En ik heb best wel goed geslapen. Heel vast in ieder geval. Heb jij goed geslapen? Ja, van de keer. Fijn. Kunnen we met een frisse start beginnen. Buongiorno! We kunnen zo ondertussen beter een travel vlog beginnen. Echt hè? Als ik dan nog tips geef met zo'n affiliate linkje, dan verdien ik nog geld. Ja. Zou fijn zijn. Maar free tips everywhere! Stop. Ik moet aan de tweede kant uit. Die. Stop. Hou op. We zijn nu in... Hoe heet het hier? Manarola. En dat is een dorpje waar we nog niet eerder zijn geweest. Dus ik zal even dit uitzicht laten zien. Kijk nou, hoe leuk. Beautiful. Alle bootjes. Vertel eens toch. Nou, we zijn nu denk ik halverwege. En het zijn echt grote stappen. En echt allemaal rotsen. Dus je kan ook niet super goed je voeten neerzetten. En dat is heel leuk hoor. Maar wel doodvermoeiend. Voor Daphne de babybeentjes zijn het best. Die mevrouw die schuurt uit haar broek. Flink sapjes, ik zie het. Ja. Ik vind het. Hele scheurende broek. Oké. Dus ik ben best wel moe. En zweten, man. Ik weet niet of ik één kan filmen en die trappen kan lopen, toch? Oei. Let's go. Leuke achtergrond sound effects. Mijn geheig. Zo, we zitten lekker op het terras. We hebben net een heerlijke bruschetta gegeten. En we hebben nu tiramisu besteld. Het is een heel mooi terras, maar. Ja, het is een heel leuk terras hier, maar
Er allemaal duiven en ik haat vogels. Vreselijk. En we gaan nu even lekker een spelletje doen. Ik moet er echt even bij komen van dit loopje, want het zweet stond op mijn kop. Wel, schatje? Ik heb een lekker, hij is al bijna leeg, een verse smoothie. Super lekker. Gewonnen dag. Hey. En wat krijg je nu? We hebben een wine tasting besteld. Dus we krijgen 4 verschillende glazen wijn. Lokale wijn. En met volgens mij ook info erbij. We shall see. Nou, we hebben de wijntjes gekregen. 4 wijntjes met wat om te snacken. En een boek met informatie over de wijn. En hier staat denk ik, hier staat waar de wijntjes vandaan komen. In welke dorpjes inderdaad. Het eerste wijntje komt uit Corniglia, La Polenta. Ja, inderdaad. Zo. We zitten even hier op de rotsen te chillen. Michael gaat een poging doen om het water in te gaan. Ga maar zwemmen. Oké. Ik heb natuurlijk die pitlijn. En het is de hele tijd goed gegaan. Maar vandaag met lopen is dus die plakker die er omheen zit. Ik zal het even laten zien. Die rolt aan de zijkant dus echt helemaal los. En hij zit nu bij de insteek van de pitlijn zit hij ook los. Dus dat is niet best, want als er dan iets in komt, dan kunnen we hier mooi naar het ziekenhuis. Dus ik had toch spullen meegenomen om het zelf 1 keer te verschonen. Dus dat doen we dan gewoon nu iets eerder, want volgens mij is het nog geen donderdag vandaag. Dus ja, dus ik heb het vaak genoeg gezien door het thuis, dus ik weet een beetje hoe het moet. Ik heb in ieder geval alle spulletjes alvast klaargelegd. Wat ik eerst doe is, ik heb dit zo'n steriel gaasje. Daar heb ik er dan 2 van. Die maak ik alvast open. Dit heb ik nog niet aangeraakt. En dan doe ik aan 1 hand even een handschoen aan. Heb je je handen gewassen? Ja, ik heb mijn handen gewassen met zeep. En dan gaan we de pleister even loshalen. Heel voorzichtig doen. Zonder dat ik die pleister die eronder zit meetrek. Oké, nou die is er af. En dan heb ik een flesje met alcohol. Je kreeg het heel moeilijk met je hoofd. Oh, sorry. Ik heb die open vast. Ik hoop dat het bed niet nat wordt. Oeps, misschien had ik dit ergens anders moeten doen. Ik draai zo nog iets beter dicht. Dan moet ik dit voorzichtig schoonmaken. Dan doe ik dat al eerst even. Zo, en dan doe ik met de andere kant. Oh, het prikt wel een beetje, maar het is wel fijn. Stop even, oké. Nee, ik ben nog niet klaar. Nee, weet ik maar. Oké, dit is schoon. Dan het eerste pleister erop. En dan de plakker eraf. En dan heb ik heel even jouw hand nodig eigenlijk. Waarvoor? Nou, deze moet erop, maar ik kan niet in mijn eentje dit erop doen. Zo. Ja, dit moet eraf, zo. Tadaa! Die zit er weer netjes op. Dan moeten we nog 1 ding doen en dat is... Hem doorspuiten. Hem doorspuiten. Je moest in stapjes doen, hè, zei die vrouw. Ja. Nou, dan draai je dit los. Dan moet je eerst even de lucht eruit. Ja, een beetje dat eruit komt. Ja, zo. Oh, oeps. Ja, dat is prima. Dat was een beetje overdreven. Oh, nee. Dan moet ik dit erop zetten. Moet ik het even doen? Ja, want ik heb geen 2 handen natuurlijk. Moet ik wel echt opdraaien of ja, wat? Ja, ja. De opzetten en dan draaien. Ja. En dan moet je hem in korte bewegingen erin doen.
En je moet eerst best waarschijnlijk wel wat... Oh, pas op, je drukt het helemaal op dat dingetje. Pas op dat je dit lijntje wat hier ziet, dat dat niet... Ja, 1, 2... Ja, zo inderdaad. Doe maar. Hallo, hou je armen stil. Zie je hoe je dat dingetje helemaal dubbel doet? Ja, anders kan ik geen kracht zetten. Klaar. Oké, dan mocht hij er wel af. Dat was het. En dan moet ik even kijken of dit er niet uitkomt. Maar er komt niks omheen, dus dat is helemaal goed. Ja. Dat was het. We fixed it. Super fijn. We zitten even lekker te eten. En we krijgen live muziek. Echt zo gezellig. Is toch gezellig? Dus ik ga even geld geven aan die meneer. Ik ga niet filmen. Want, film jij maar dat ik het ga geven. Dat jij het gaat geven? Wat was hier? Nee, dan film ik het zelf wel. Vertel maar eens even wat er aan de hand is. Nee. Je kan het zelf vertellen of niet vertellen. Daarom kan je het vertellen. Je zit hier de eerste al voor de derde keer met de menukaart. En Daphne heeft een wijntje te veel vandaag hoor. Ze heeft heel deze kar af. Alleen opgedronken. Jij moet het geiten lachen. Leg jezelf maar uit, je hebt nu de kans. Of je schuldig of onschuldig bent. Schuldig. 100%. Stil. Staat er nou een flitser aan op dat ding? Nee. Rood knopje dat hier aan de film is. Kappen. Goedemorgen. Het is vandaag. Donderdag. Donderdag. Hemelvaartsdag. Oh, het is hemelvaartsdag vandaag. Giet wel rustig op vandaag. Oh, en ik heb spierpijn. Niet normaal. Mijn kuiten, mijn schenen, mijn kont. Schrikkelijk. Dus we gaan het vandaag lekker rustig aan doen. We hebben net even op het gemakje ontbeten. En we zijn nu naar de trein aan het lopen. En dan gaan we met de trein naar weer een ander stadje, Monte Rosso. Daar zijn we nog niet eerder geweest. En dat is de laatste. Dat is de laatste, inderdaad. En dat is ook volgens mij het grootste stadje. En daar heb je ook een strand, dus dan gaan we ook nog eventjes lekker op het strand liggen. Althans, als het weer toelaat, want het is een beetje bewolkt. Maar goed, het is ook nog vroeg. Dus misschien trekt dat nog wel bij. Ben je aan het doen, schat? Kijk wat lekker een boekje aan deze. En we zitten lekker heerlijk op het strand vandaag. Ultiem genieten. Lekker even helemaal niks doen. Nee. We zijn lekker even een drankje aan het doen. We hebben ook veel besteld. We hebben een plank voor voedsel. Die is al voor de helft op. En we gaan even lekker spelen. Hallo allemaal, het is vandaag. Vrijdag. En wij zijn al een tijdje onderweg. We hebben vanochtend zijn we met de trein eerst naar Las Peña gegaan met alle spullen. Daar stond de auto geparkeerd. Ze hebben de auto gepakt en toen hebben we even opgeladen in de buurt. En nu zijn we naar Luca gereden en hebben we ergens geparkeerd. We kunnen nog niet inchecken. Het is nog een beetje vroeg. Hoe lang was het rijden? En ik moest een uurtje rijden. Het is nu 11:45. En we hebben nu de auto geparkeerd. We gaan nu lopend de stad in Luca. En daar gaan we de stad een beetje verkennen, slenteren. Het is prachtig weer. Het is 25 graden. Dus dat is echt super lekker. Ik heb bijna gewild dat ik nu op het strand lag. Maar dit is ook leuk. Dus we gaan nu eventjes de stad verkennen. Ja.
stof. Ja, wat moet ik vertellen? We hebben net een verkoefje gedaan. En we gaan nu weer verder lopen. En er zijn hier heel veel kerken en... ja, dat is gewoon gezellig. En hier staat Luca. Ja. Ik heb dus helemaal niet meer gevlogd, maar... vanmiddag liepen we natuurlijk in Luca. Nou, toen hebben we daarna, zijn we rond 3 uur naar het hotel gereden. Toen hebben we ingecheckt en toen hebben we lekker... Ja, we hebben Luca ook gegeten. Oh, sta ik er gewoon mijn buik vooruit. Niemand ziet dat ziet. En in, daarna hebben we lekker bij het hotel gechilled en dat was echt mega chill. Wat lekker in de zon en het was super warm en gewoon super chill. Want we hebben hier... Vertel jij het dan eens even. Hè? Heb je een zwembad, een tennisbaan? We hebben hier een zwembad, dus daar hebben we gewoon lekker gechilled. Nou, helemaal prima. En nu hebben we even ons klaargemaakt voor het eten. Dan gaan we even lekker eten. In het hotel. Lekker chill. Wij zijn lekker aan het eten. Ik moet even de juiste hoek vinden. Het is beter. Wij zijn lekker aan het eten in het hotel en het is echt super mooi hier. En we hebben het voorgerecht al gehad. Ik had een pasta met pistache en een soort crème-achtig zat erin. Lekker. En Michael had een... Oh ja, steek dat daar. Maar die was iets minder goed. Dus dat, ze zijn hier denk ik wel beter in vis dan vlees. Dat was heel goed. Alleen dat was gewoon... Het was heel veel. Zo. Ja, okay. En ik heb nu een biefstukje. En jij hebt een kroket. Krokker. Weet ik veel hoe het heet. Ik zal het even filmen. Het ziet er wel heel mooi uit. Smakelijk. Lekker wijntje erbij. En hier zo is de tuin van het hotel. Het is echt super gezellig. Mooi uitzicht. Ja. Zo die berg op de achtergrond. Dit is wel echt heel lekker. Ja, is het lekker? Mag ik een hapje? Nee. Nee? Het is echt lekker. Oh ja. Ja. Lekker. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En wij hebben de ochtend heel chill gestart met lekker een ontbijtje in het hotel. We zitten nu lekker bij het zwembad en we gaan het vandaag heel rustig aandoen. We hebben nu echt iedere dag in de vakantie nog 's ochtends iets ondernomen. Dus het is wel lekker om heel eventjes te chillen en gewoon rustig de dag te beginnen. Plus... ja, van al dat lopen en zo. Mijn lijf die zegt ook wel eventjes van even chill. En het is gewoon super lekker weer. Het is nu echt al best wel warm. En het is nog maar... het is 10 uur. Dus dat is echt heel relaxed. En omdat het vandaag zaterdag is, wil ik gewoon net zoals normaal de weekvlog weer afsluiten. Nu een andere weekvlog dan normaal. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om er naar te kijken. Laat me vooral weten wat je van de weekvlog vond in de comments. En ik zou het ook leuk vinden of jullie misschien willen achterlaten wat je juist meer wilt horen of wilt zien. Bijvoorbeeld wil je meer weten over klachten of dingen waar ik last van heb. Of juist wat meer leuke dingen laten zien die ik doe. Of wat meer delen over mijn werk. Of, ja, wat vind je leuk om naar te kijken? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus laat dat vooral eventjes weten in de comments. En vergeet natuurlijk niet op die abonneerknop te klikken. Want dat zou me enorm helpen. Ja, that's it eigenlijk. Tot volgende week weer.